tijdens een sportwedstrijd plots op het veld overlijden. Vooral jonge mensen die helemaal in topvorm lijken worden getroffen door een plotse hartstilstand. Heel wat mensen krijgen dan ook de raad zich uitgebreid medisch te laten testen. Al gaat deze nieuwe bloedtest nog verder. Deze test is belangrijk omdat we met de bestaande klinische onderzoeken, zoals een fietsproef of een elektrocardiogram, niet altijd de elektrische hartritmestoornissen kunnen detecteren. Deze genetische afwijkingen zijn uiteraard altijd aanwezig in het bloed en het laat ons dus toe om bij patiënten waar de bestaande cardiologische onderzoeken ons niet toelaten om tot een diagnose te komen, om bij deze patiënten toch wel een oorzaak te vinden voor de plotse hartdood of de hartritmestoornissen. De test spoort erfelijke hartziektes op bij risicofamilies. Familieleden van een slachtoffer hebben immers de helft meer kans op een hartafwijking. Wat we bij deze test doen, is alle belangrijke genen van wie we weten dat ze plotse hartdood kunnen veroorzaken, in één enkele analyse nakijken. Tot nu toe was het zo dat we gen per gen analyses deden. Dan duurde het vaak enkele maanden vooraleer één gen is afgewerkt. Met deze nieuwe test kunnen we eigenlijk meer dan 50 genen in één enkele analyse in enkele weken bestuderen. Vanaf september wordt de Antwerpse test wereldwijd gelanceerd. Even verderop in het Universitair Ziekenhuis in Edegem heeft minister-president Chris Peeters een prik gekregen. Geen bloedtest voor hem, hij komt er wel bloed geven. Het is blijkbaar typisch aan deze periode van het jaar dat er wat tekort is, zeker aan de negatieve bloedgroepen. En ik ben graag ingegaan op de vraag om even langs te komen en iedereen te stimuleren om ook bloed even te komen geven voordat men op vakantie vertrekt, is dat een kleine moeite. De bloedvoorraad daalt dan ook sterk tijdens de zomervakantie, zo weet het Rode Kruis. Die organisatie hoopt dan ook dat anderen zijn voorbeeld volgen.